Breda Nu. Je weet het meteen. Iedereen maakt wel eens een ommetje door zijn of haar buurt. De Brabantse Milieufederatie en de gemeente Breda hebben samen een vijftal ommetjes rondom Breda gemaakt. En wethouder Paul de Beer, die opent die. Ik wil u zeker allemaal van Thebe, van de Zonnebloem, de leerlingen van het Prinsentuin van Koot, de leerkrachten ervan, mensen van de klankbordgroep, mensen van de gemeente, welkom heten op deze speciale middag. We gaan vandaag de ommetjes Breda openen. Dan wil ik graag de wethouder nog uitnodigen. Dankjewel, Rini. Ik ben Paul de Beer, wethouder in Breda van Financiën, Duurzaamheid en Sport. En onder duurzaamheid valt ook de natuur- en de landschapsontwikkeling. Dus daar horen de ommetjes bij. Maar ik vind sport is niet alleen wat er in Rio gebeurde deze zomer. Sport is ook, begint al gewoon met lekker bewegen en met wandelen. En, dus ik voel me ook eigenlijk wethouder van beweging. Nou, laat ik het niet te lang maken. Laten we lekker naar buiten gaan en het bijenhotel openen. Er liggen hier allemaal mooie bossen bloemen op het bijenhotel. Ik stel voor dat wij die met elkaar uitdelen aan de bewoners hier. En dat we daarna gezamenlijk het doek ervan aftrekken en dan het bijenhotel voor geopend verklaren. Moet jij de andere kant? 3, 2, 1, 0. Nou, hij is geopend. Wat is de bijdrage van de gemeente geweest aan deze ommetjes? Nou, de financiële bijdrage is ongeveer de helft van de kosten is dat geweest. Maar we proberen ook echt die rol te hebben dat we een heel netwerk om zo'n initiatief verzamelen. En dan zie je dat er een heleboel mensen die hart hebben voor het buitenleven, voor bewegen, wandelen, et cetera, gelijk klaar stonden om hier ook een bijdrage aan te leveren. Het Prinsentuincollege bijvoorbeeld, maar ook de Brabantse Milieufederatie, de Groene Groepen. Dus onze rol is niet alleen euro's, maar ook zorgen dat we in dat netwerk actief zijn en realiseren. Want in een plan, aan een plan heb je doorgaans nog niks, wel als het gerealiseerd wordt. En er zijn nu 5 ommetjes geopend. Komen er nog meer in Breda of blijft het hierbij? Ja, deze ommetjes die zijn ook vanuit een soort provinciale ondersteuningsregeling gekomen. Dus ook richting provincie zeg ik, het is prettig realiseren in Breda. Dus we gaan daar graag nog mee door. Maar ook buiten deze regeling zijn we continu bezig om te kijken hoe we in ons buitengebied betere landschappen en natuurontwikkeling kunnen komen. Maar ook de wandelmogelijkheden op een positieve manier kunnen stimuleren. Dus naast deze regeling blijven we daar ook gewoon mee doorgaan. Meneer, u bent van de Zonnebloem. Wat is precies de rol van de Zonnebloem bij dit ommetje? Ik heb op een gegeven moment een contact gehad met Bas Posma van ROC de Prinsentuin. En omdat wij een picknick wilden organiseren voor de gasten van de Zonnebloem. En hij kwam met het idee om daar een wandeling aan te koppelen. En hij wist iemand, dat was van de BMF, Rini van Empel. Zo is eigenlijk het idee ontstaan voor deze middag om een picknick te organiseren en daar voorafgaand een wandeling. Een aantal bewoners zijn nu 1 ommetje aan het lopen. Waar liggen de ommetjes in Breda voor de mensen die enthousiast geworden zijn en ook willen gaan wandelen? Ja, we hebben rond Breda 5 ommetjes, eigenlijk een beetje alle kanten van Breda uit. We hebben er eentje rondom Gielse Wouwebeek in Bavel, eentje in Teteringen, eentje in Lage Vught, in de Lage Vughtpolder. Deze in Trippelenberg en eentje rond de Bavelse Lei. Ja, hoe lang is de wandeling? Wat is voor sommige mensen toch wel belangrijk om te weten? Ja, we hebben alle ommetjes hebben ook een verkorte route. Dus als je iets minder tijd hebt of iets minder conditie hebt, dan doe je de kleine ommetjes, dan begin je kleine. En ommetjes variëren zo van 3,5 tot 7,5 kilometer. Ja, dus eigenlijk voor alle ommetjes verschillend. Hoe alle ommetjes zijn te downloaden ook? Via de site van de Brabantse Milieufederatie en ook via de sites van de kinderboerderijen en de gemeente straks. En we hebben van alle ommetjes een routefolder gemaakt waarin wat highlights verteld staan over de
over de ommetjes en wat je kunt zien. En die ommetjes zijn ook in een soort mapje te koop bij de VVV en bij de kinderboerderijen. Heel veel plekken, zeg maar, bij de startpunten van de ommetjes. Breda Nu. Je weet het meteen.